ja, kou en vooral heel veel schimmel. Maar als we dat die, ja, die geeft gewoon geen gehoor. Die denkt van, pff, het is wel goed. In de winter, als je hier geen kachel neerzet en je zet een glas water neer, die bevriest gewoon. Ik ben al een paar keer met toeters en bellen naar het ziekenhuis gegaan, dat ik het gewoon niet meer zie zitten. Ja, SWZ die heeft hier vorig jaar groot gerenoveerd, zeggen ze. Zeggen ze. Nou, er zijn zoveel fouten gemaakt met de renovatie, dat wil jij niet weten. Nou, dat wil ik eigenlijk wel weten. Nou, dus, we hebben een verlaagd plafond. Ja. Nou, daar hebben ze zo'n laagje glaswol tussen gedouwd. Nou, als de bovenbuurvrouw op hakjes loopt of ze gaat naar het toilet, nou, dan kan ik gewoon meegenieten. Dan weet ik precies wat ze aan het doen is, of ze aan het plassen is, of aan het poepen. Dat hoor je allemaal. Die man die hier kwam meten, ja, die zegt, het is niet jullie schuld. Het is gewoon constructiefout, zeg maar. Hè. Ja. Dat is van de spouwmuren, dat is niet goed geïsoleerd. Nou, hout rot. Nou, dan, ja, zegt hij, en dan krijg je schimmel. Hoeveel last heeft u daar dan van als u COPD heeft en die zwarte schimmel? Ik zal je dingen laten zien die ik gebruik voor mijn longen. Die. Nou, heb ik er hier nog één. Nou, kijk. Alsjeblieft. Ja. Dat moet ik dus iedere dag gebruiken voor mijn longen. En dan heb ik nog meer capsules. Ik heb een vrouw die daar op bed ligt met COPD. Die iedere keer ziek is. Met twee kunstheupen. En die moet dan hier op de grond gaan liggen van de winter. Het is gewoon van de zotte. Van de winter liggen wij hier in de woonkamer. De kachel volop in de woonkamer. En als het dan echt 's winters waait, dan zie je ook de gordijnen zo op en neer gaan. Zo. En dan denk je van, oh, tocht, het is gewoon een tochthuis. We hebben daar nog een handdoek liggen. Ja. Als het dan echt koud is, dan leggen we de handdoek voor die kieren neer. Want het waait en je voelt gewoon die kou tegen je voeten aan. Hoe vaak moet u dit kussen wassen? Iedere week. Ja. En dan droog ik hem op de kachel en dan kan ik hem 's avonds. En dan dat is gewoon pure schimmel. En je kunt het ook voelen, het is nog gewoon, je mag het voelen. Ja, het is gewoon vochtig. Is klam. Ja, af en toe heb ik wel eens tegen mijn vrouw gezegd, weet je wat, we hadden beter dakloos kunnen blijven. Dan hadden we een warm plekje gehad. Op tijd om eten en alles. Maar we hadden dan wel warmer gezeten als nu. Maar ja, we zitten ook met een kind. Hè. We zijn alle twee ziek, dus we waren blij dat we dit huis krijgen. Maar dit is gewoon een nachtmerrie.